Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Call of Duty Free For All winstreek. In deze serie moet ik natuurlijk elk Free For All potje winnen, die ik ook maar speel. En op het moment dat ik één Free For All potje verlies, is meteen natuurlijk deze gehele serie afgelopen. Dus vind ik het nou leuk om naar te kijken, dan natuurlijk zoals je kijkt op lijken op. Als wij weer de... Sorry, was geen fame. Als wij weer de 3000 likes kunnen halen, zou ik dat super awesome vinden. Dus bedankt sowieso natuurlijk voor alle support op deze serie. En we gaan gewoon weer proberen te winnen. Oh, wist je dat ik daar aankwam? Wat? Nee, grapje. Dat was echt dom van je. Dat was ook heel dom van jou, want ik wist precies waar je stond namelijk. Ah, ik zag zijn schaduw. Ik zag hem alleen te laat. God, non de zuur weer. Die vet gebruikt een Weevil, man. Die heeft gewoon 50 kogels in zijn wapen zitten. En je zag, die 50 kogels gebruikt hij ook. Maar al te graag. Ik stopte met schieten. Ik dacht dat die vent al dood was. Ik dacht serieus dat die vent al dood was. Het potje op dit moment loopt een beetje raar. Want de enemies lopen niet naar de plekken waarin... Nee, dit potje loopt echt weird. Er staat sowieso iemand met een dingo te campen. Dat is één. Er zit er eentje met een shotgun rond te rennen. Hier is de camper, by the way. Dankjewel. Er zit er eentje met de shotgun rond te rennen. Die moet ik ook even in de gaten houden. En als het zo doorgaat, ga ik dit verliezen. Oh, waarom? Ik ga niet verliezen hoor, tegen dit soort slechte noobs. Nou, misschien zijn ze wel heel goed hoor. Nee, hij spant daar. Wat kan ik daaraan doen? Het potje loopt zo raar. Want... De enemy zit op geen van de plekken waar ze normaal gesproken allemaal zitten. Het lijkt net alsof ze gewoon allemaal iets doen, zeg maar. Weet je wel? Snap je wat ik bedoel? Het lijkt alsof ze niet weten waar ze naartoe willen lopen. Als je dat snapt. En daardoor weet ik zelf ook niet meer waar ik naartoe wil lopen. En ga ik slechter spelen. Oh my god, daar had ik zo'n geluk. Holy fuck, het tiet in mijn rug nog één. Oh yo, yo, yo. Oké, we staan wel weer voor. Maar dit potje loopt echt, echt op een rare manier. Nu sowieso speelt het gevecht zich wel af in die kutkamer waar ik wel blij mee ben. Want dan kan ik namelijk heel snel die kills pakken. Nou, dan moeten we wel weer naar die kutkamer kunnen komen. En de route naar die kutkamer toe is meestal een verraderlijke route. Want je weet nooit of je namelijk de reis naar de kutkamer overleeft. Dat bedoel ik dus. Of je bent er eindelijk en dan word je meteen gekild door de Silence Vesper. Dat is ook niet al te fijn. Oh, campertje. Yo, dan weten we dat ook. Fuck je scheidcamper, opgerot. Zit hier sowieso binnen hoor. Komt er sowieso hier nog één aan. En nu in mijn rug, nu in mijn rug. En nu rechts hoop ik. Nee, voor me. Nu rechts. Nee. Oké. Oh, hallo vriend. Haat me niet door, want ik riep net serieus. Ah, mooie kill van je shotgun. Ik reed met een counter in, dus hij wist niet dat ik daar kwam. Dus dat was even een mooie timing. Ah, mooie kill. Die shotgun vet, jongen. Hij weet dat... Kijk, die shotgun man is heel goed, want hij weet zeg maar van zichzelf, vieze camper, dat hij een shotgun in zijn hand heeft. Dus hij gaat ook op een manier spelen waarop jij moeilijk kan killen met jouw shotgun. Hij gaat alle kanten op rennen. Hij gaat die kant op bewegen, die kant op bewegen. Omdat hij weet van zichzelf dat hij een shotgun in zijn hand heeft. En hij moet ook op die manier bewegen. Anders kan je hem namelijk onmogelijk killen. Dus hij speelt echt met zijn shotgun op een hele goede, awesome manier. En daardoor killt hij me soms ook. Maar... Ook al ging het potje niet zo goed, ook al ging het potje niet zo snel. We hebben wel nog met een mooie score kunnen winnen. We hebben ook nog met een hele hoge voorsprong kunnen winnen. Dus daar gaat het natuurlijk allemaal uiteindelijk op. We hebben nog eens een triple kill cam ook. En ja, op een of andere manier, het begin van het potje ging echt heel raar. Ik wist niet waar de enemy stond. Ik wist niet waar ik naartoe moest. Ik wist niet wat ik zelf moest doen. Maar daarna ging het wel weer goed. Op een of andere rare manier. En konden we weer gewoon onze voorsprong en onze victory pakken. Dus, we spelen nog een potje erachteraan zoals altijd. En dan zie ik jullie hopelijk ook weer bij game nummer 2. Right boys, welkom bij natuurlijk het tweede potje van vandaag. We spelen in dezelfde lobby. Op natuurlijk dezelfde map, want iedereen wil altijd kom bij spelen. Dus die spelen we nu ook weer. En we moeten natuurlijk even zorgen dat we deze keer wel de enemies slimmer af zijn. Want het vorige potje, zoals jullie zelf zagen, ging niet echt al te best aan het begin. Ik weet nu dat ik nog steeds in dezelfde lobby zit. Ik weet dus ook ongeveer hoe de enemies aan het spelen zijn. Alleen er zijn wel weer wat mensen geliefd en er zijn ook wel wat mensen bijgekomen. Dat is altijd degene wat je goed in de gaten moet houden. Want ook al blijf je in dezelfde lobby, er komen altijd mensen bij en er gaan altijd weer mensen weg.
En die nieuwe mensen moet je altijd even goed in de gaten houden. Want dat zijn de mensen die namelijk... ja, jou kunnen ownen, zeg maar. Als je snapt wat ik bedoel. Dus... ook al blijven in dezelfde lobby. Ook al weet je wat de speelster van de enemies is. Hou ze altijd in de gaten. Want er komen altijd nieuwe mensen bij. Die verraderlijk gaan lopen spelen. UAV, snel inroepen. Er moet er daar nog een komen zo. Dus... ja, komt hij aan, komt hij aan. Ik ben geowned, ik ben geowned, ik ben geowned, ik ben geowned. Fucking mooie kill van die vent. Niks aan de hand. En hij is een sponsor. Oké, okay, die vent weet hoe die moet spelen. Ah, dat is kut. Nee, hij spant daar niet. Oh. Hij spant er wel! Nee, ik keek er nog naar! Ah, verraderlijk scheidspel dat je bent. Soms verraadt dat spel je zo hard, jongen. Dat is niet te geloven, gewoon. Oh my god, 4 kills met 1 ammo. Die kill was awesome, jongen. Dat was 4 kills. Dat is het meeste wat ik ooit heb gehaald. Met 1 ammo van de Vesper, man. 4 kills. Nee, die gaan we niet challengen. Komt er hier aan, dan komt hij aan. Ik heb geen ammo meer. Fuck, deze is ook leeg. Die fan met Doom is een klant, ik weet precies hoe die moet spelen, jongen. Alleen... ah, mooi kill. Ik heb geluk dat ik ook weet hoe ik moet spelen. Zo. Het gaat echt een gelukpotje worden, jongen, die we nu aan het spelen zijn. Woe! Niet doen. Niet doen. Niet doen. Zit er achterin te campen, die gaan we niet challengen, die gaan we niet challengen, want dan ga je dood. Oh, wat slecht. Ik had die kill moeten hebben. Dat was mijn schuld. Dat was mijn schuld. Sorry. Dat was heel slecht voor mij. Sorry. Dat was dom. Maakt niet uit. Ik gooi mijn hele leiding op die kutkamer. Want ik weet dat ze daar namelijk allemaal zitten. Staan. Kijk, zie je dat? Dankjewel. Hoor je ook wat kills te krijgen? Want ze zitten allemaal bij die kamer namelijk. Oké, laatste kill spat achter me. Die kunnen we in één keer oppakken als het goed is. En dan hebben we gewonnen. Dank je. Woe! Zo! Beginnen even beesten! Zo! Beginnen even beesten. Toen ik helemaal die 4-man multikill had gehaald met 1 Vesper ammo. Toen begon het feest, jongen. Toen ging ik beest, jongen. Wajo, 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 wajo. Keisnel en keihard gewonnen. Met een 17-point lead. En het houdt dat we weer 2 points hebben gewonnen. Holy shit. Dat was awesome. Zo. Zo, die knetter. Goed gespeeld, enemies. Helaas niet goed genoeg, want ik ging echt even op een beest sfeer op een of andere manier. Dus allemaal bedankt voor het kijken, jongens, naar deze video. We doen nog even een dansje erbij. Als je nou op grote randen, natuurlijk zoals kan je het blijven op. En hopelijk tot... volgende keer maar weer. Bye bye mensen.